veel kinderen weten nog niet wat ze willen worden of welke opleiding ze willen doen. Ik ben gewoon nog aan het kijken. Ja, misschien logopedie. Iets met techniek, denk ik. Om een beetje inspiratie op te doen voor wat ik later wil. Om een opleiding te zoeken die bij mij past. Nou, om te kijken wat we gaan doen. Ja, want we weten nog niet precies wat we willen. Alberta Breed zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende opleidingen. Heel technisch, creatief, beweging, gezondheidszorg. We hopen zoveel mogelijk scholieren te kunnen spreken om ze enthousiast te kunnen maken. Kan je mooi oriënteren, want misschien zie je wel dingen die je van tevoren niet had gedacht had. Sommige dingetjes kan je niet op internet vinden, maar je kom je wel in contact en je zie je eigenlijk wat meer. Dan is het, hey, dat is ook wel wat leuk. Een goed initiatief, want een goede studiekeuze begint bij goede voorlichting. Dus onmisbaar is het mijn vraag. We staan eigenlijk op de beurs in Rotterdam omdat we merken dat de laatste tijd met de veranderingen in het Nederlandse systeem dat er heel veel interesse is vanuit Nederland om in Vlaanderen te komen studeren. We want foreigners in our country and we want to we think they will help our society in the long run. Goed dat dat gedaan wordt, dat er gewoon op één plek gewoon al verschillende scholen zijn, zodat mensen kunnen komen kijken wat er allemaal is. Je hebt ook vragen en zo en je krijgt heel veel boekjes mee. Dan kun je heel veel in één keer zien en dan weet je ook gewoon van ja, dat past wel bij me, dat past niet bij me. Ik vind het heel leuk dat je ook allerlei dingen kunt doen. Ik heb net voor de eerste keer in mijn leven ook Autocure gelezen bij een steentje. Ik word heel enthousiast van de mooie stands die er zijn. Dit jaar aan de bezoekers dat ze eigenlijk wat meer geïnteresseerd zijn en echt wel op zoek zijn naar een opleiding of naar een beroep. Hartstikke veel studenten, maar ook wat oudere mensen naar ons toe. En er is wel gewoon heel veel belangstelling voor, merk ik zelf. Ook kunnen jongeren veel meer dingen te weten komen over studies. Dus onmisbaar is het mijn vraag.